Zo, Jopie. Toch nog een latertje geworden gisteren. Excuse me? Oeh, daar is iemand met het verkeerde beentje uit het bedje gestapt, of niet? Wat is er? Je mobiele telefoon? Ik kan ieder moment gebeld worden, Leon. Nou, dat lijkt me stug, Jopie, want hij staat uit. Oké. Which part? Of ik kan ieder moment gebeld worden, Leon. Do you understand that, Leon? Oh, je wil niet gebeld worden? Meneertje begrijpt het een keertje. Maar door iemand niet of gewoon door niemand? De dokter zal me vandaag bellen met de uitslag. Uitslag? Leon, ik ben als een dood. Uitslag? Joop, van welk onderzoek? Alles, Leon. Ze hebben mijn poep geprikt, mijn bloed, mijn longetjes, alles. Leon, ik ga doen. Nou, Joop, dat zal toch wel meevallen. Ik bedoel, je bent in de bloei van je leven. Of, nou ja, de herfst dan. Maar daar komt altijd een heel stuk winter nog achteraan, hè? Dat weet je dus niet, Leon. Dat weet je niet. En wie zit er nou te wachten op de winter? De winter! Sneeuwballetjes gooien. IJs, kou, bevroren lippen, velletjes, kooltrui, irritaties, koude topjes op je vingers. Kan niks meer voelen. Ellende, kut weer met de hoofdletter K. En glad. Misschien is het goed nieuws, Jopie. Dat weet je niet. Zullen we aanzetten? Nee, ik... Mag ik 5 kipcorns? 5? Dat is niet goed, hè, Joop. Dat is niet gezond. Ja, dat maakt nu toch niks meer uit, hè? Wie wil er nou gezond doodgaan, jongen? Ga eens dan wel in ieder geval afrekenen, Jopie. Zet maar op de rekening. Nee, ja, als jij doodgaat, wil ik wel even... Oeh! Dus jij zet jouw inkomsten voor mijn laatste wensen? Is dat wat er gebeurt in dat smutsige brein van jou? Terwijl waarschijnlijk door dat zieke frietvet van jou dat ik doodga. Ho, wacht even. Ik ververs mijn frietvet elke eerste dinsdag van de maand. Verspaar me je middelmatige middenstandslogistiek. Dokter Reuzel. Dokter Reuzel? Ja. Mooi, geen kipkorns voor jou. Jawel. Nee. Ik ga dood, Leo. Al ging je 100 keer dood. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Wie gaat er nou 100 keer dood? Dit is weer echt zoiets stoms waar jij nou mee kan verzinnen. Alsjeblieft, 5 keer goed. Joop, waar zijn we nou mee bezig? Dat weet ik niet. Het is toch geen gesprek? Jij zet gewoon je telefoon aan, je belt op en er blijkt niks aan de hand. Wat is je wachtwoord? Zeg ik niet. Je hebt niet eens een wachtwoord. Dat is om mensen rond de tuin te leiden. Dat ze denken, oh, die telefoon ga ik niet stelen. Daar zit waarschijnlijk een wachtwoord. U heeft 1 nieuw voicemailbericht van... Van wie? Van wie? Van welk nummer? Het eindigt op 428. Oh, nee! Is dat je dochter? Weet ik niet. Ik heb die nummers niet in mijn hoofd. Zal ik hem bellen? Ja! Nee! Ja! Nee! Jawel. Nee, niet! Stop! Niet bellen! Oh, ik weet niet wat ik wil. Onzekerheid, zekerheid. Oh, emoties. Oh, ik word verslingerd tussen emoties. Vrolijk, onzeker. Vrolijk, onzeker. Vrolijk. U heeft 1 nieuw bericht? Ja. Dokter? Dokter, dat is mijn dochter. Nana. Wat is nana? Onderzoeken. Ah! Moeilijk. Moeilijk, wat is hoe? 10% kans. Dat is niks. 10% is dit. Kist. Oké. Nou, weten we dat ook weer. Wat weten we, Leon, wat? Je hoeft je geen zorgen te maken. Ah. Want dat heeft geen enkele zin. Ah, ik wist het. Omdat het onnodig is, Jopie. Oh, gelukkig. Omdat je hartstikke doodgaat. Wat? Nee, moeder, alsjeblieft. Maar nog niet nu, Jopie. Niks aan de hand. Oh, poep goed, bloed goed, longetjes. Nou, kom maar door met die gratis kipkorns. Gratis? Ja, 5 om het te vieren. Oh ja. Moeder, ik ben niet dood.